Breda Nu. Je weet het meteen. Met een try-out zijn er voor het eerst na een pauze van 3 jaar weer Amerikaanse auto's te zien in Breda. Ja, het is een Chevrolet Business Coupé. Dat wil zeggen coupé 2 deurs en business een zakenauto, een vertegenwoordigersauto. Daar zit geen achterbank in, maar de kofferbak loopt helemaal door voor de monsterkoffers mee te nemen. En dan is dit een auto gemaakt voor de hoofdvertegenwoordiger. Want serieus? Dit is een special deluxe. Hij heeft 2 mistlampen, hij heeft een radio en hij heeft verwarming. En dat was alleen maar voor de hoofdvertegenwoordiger. Tenminste, bij de Texas Hoeve was ook altijd voorheen een meeting en die is, als ik het goed heb, 2-3 jaar geleden zijn ze daar toen mee gestopt. En ik zat eigenlijk een keer gewoon op een vrije zaterdagmiddag, zat ik mezelf een beetje te vervelen. En toen heb ik eigenlijk dit gewoon een beetje uit mijn mouw gesloten van, misschien is het wel een idee of is het wel leuk om zoiets te organiseren. En ja, dus nu zijn we een klein half jaar verder en je ziet hoe druk het is en dat er toch wel animo voor is. We hebben zelf altijd een meeting georganiseerd, hè? In Breda? In Breda, ja, bij de Texas Hoeve. Okay. En dat hebben we 15 jaar gedaan. 15. Waarom niet meer eigenlijk? Mijn man die is aan de sukkel geraakt en die kent het allemaal niet meer. En de gemeente die is ook niet mee van de meedenkers. Nee. Allerlei vergunningen nodig? En... ja, heel veel. Heel veel, okay. Ja. En bewaking en wc's wat ik hier dus niet zie staan. En okay. Noem maar op. Okay. Breda Nu. Je weet het meteen.